Dames en heren, welkom bij vlog 500 op mijn kanaal. Dit is de 500ste dagelijkse vlog in Sein. Ik wil hier echt nog een aparte video over maken en dat zit echt in mijn hoofd. En het komt perfect uit, want vandaag is de dag dat ik mijn bachelorproef ga indienen. Dus vandaag is de dag dat ik eindelijk hopelijk wat meer tijd ga hebben. Ik moet sowieso wel nog wat programmeren aan mijn bachelorproef. Maar mijn verdediging is letterlijk pas rond 20 juni ongeveer. En het is nu 3 juni, dus dat wil zeggen dat ik sowieso nog 2 weken heb waarin ik wat aan mijn project kan werken. Dus het is iets minder dringend nu. Dus dat wil zeggen dat ik meer tijd heb om content te maken. Tuurlijk, ik heb nu ook nog een schoolvak, maar het is allemaal een beetje rustiger. Het is niet echt meer vol een bak bachelorproef, dus dat valt allemaal wel goed mee. Ik heb even mijn koptelefoon aan, omdat ik dus aan het werk was aan mijn bachelorproef. Ik ben bijna volledig klaar. Ik heb alle tekst geschreven. Ik ben nu even aan het overlopen, dat zeker alles erin staat, al mijn bijlagen aan het klaarzetten, dat dat allemaal klaar is. Ik hoop dat jullie uitkijken naar de vlog, vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. Alsjeblieft, dames en heren, duw gewoon even op die like, dat helpt om de video's te verspreiden. Dus dat is super nice zijn. Er komt sowieso nog een 500ste recap vlog aan van de afgelopen vlogs, van vlog 1 tot nu. Dus dat is super nice en die ga ik sowieso maken. Die komt er ook wel een van de komende dagen aan. Maar dan moet ik daarvoor natuurlijk wel even mijn snor scheren, mijn baard scheren. Nu was ik me even niet meer aan het verzorgen, omdat ik dus de hele tijd voor school aan het werken was. Heel mijn bachelorproef is bijna klaar. Ik ben zo blij dat het eindelijk gedaan is. Ik heb er zo hard aan gewerkt. Ik ben voldaan. 76 pagina's. 16.500 woorden met wat codefragmenten in inhoudstabababa allemaal erbij. Dus ik denk, als ik ongeveer zou gokken, ongeveer 10.000 woorden in totaal. Dus dat is een goede bachelorproef. Meer dan dat eigenlijk moet zijn. De meeste bachelorproeven die ik zie zitten tussen de 40 en de 50 pagina's. Maar die hebben niet zoveel codefragmenten, wat ik eigenlijk raar vind. Want we doen letterlijk een bachelorproef over programmeren. Dan lijkt het mij toch logisch dat je je dingen dat je zegt, dat je dat doet met code. Dus vandaar dat ik gewoon veel voorbeelden heb. Omdat ik dat gewoon belangrijk vind. Anders kun je niet zo, of moeilijker toch een idee hebben wat dat doet. Maar, super tof. Ik zie jullie zo. Als ik iets anders ga doen, en dan hoop ik vandaag nog even te gaan sporten. Normaal gezien moet dat wel lukken, het is ondertussen net na de middag, ik heb super lang geslapen. Deze nacht, ik lag letterlijk in mijn bed om 2 uur of zo s'nachts, omdat ik dus nog bezig was aan mijn bachelorproef. En ik ben wakker geworden nu om 12:30 deze middag. Dus ik ben nu al even aan het werken, maar straks gaan we sowieso nog even gaan sporten. Dames en heren, het is tijd om mijn opleiding af te ronden. Of toch, de teel, ik heb nog wel wat les. En nog wat taken, maar bachelorproef, het grootste deel van de opleiding. Tijd om het in te dienen. Mijn laatste keer dat ik zo'n groot ding moest indienen was dat mijn gip. Mijn eindwerk in het middelbaar. Oké, indienen definitieve versie bachelorproef. Inzending uploaden. Titel inzending. Bestand inzending. In te dienen. Loran.maas. En bijlagen en zo, hoe doe je dat hier? Ik heb op uploaden geduwd. Ik heb op uploaden geduwd. Bezig met uploaden. Spannend. We hebben nog 2 presentaties. Een voorpresentatie en dan de echte presentatie. Ik heb alles 300 keer nagecheckt. We hebben zo een document met zo het vademecum waar dat alles in moet zitten. Ik heb alles overlopen 33 keer of dat alles erin zit wat erin moet zitten. Er zijn een paar dingen dat ik zo wat anders heb gedaan, maar niet echt iets groot. Gelijk zo... uitleiding van een derde kop. In het ene ding staat dat in ons boek. We hebben een cursus. Staat dat tot derde kop mag. En in het van de make-up staat dat niet mag. Daar staat er dat het abstract in het Engels moet. En dan ergens anders in het Nederlands, hebben ze gezegd. Dus ze weten het zelf niet zo goed als ze willen. Maar, oké, dames en heren. We gaan op verzenden duwen. Sorry, maar dat is wel even iets emotioneel. Hè? Dat moet ik wel even op camera vastleggen natuurlijk. Boom! Let's go! Dames en heren, we gaan afstuderen. Sorry, maar als ik hiervan mijn 6 studiepuntjes niet ga krijgen, ik heb hier zoveel werk in gestoken, dan snap ik het ook niet meer. C'est fini. It happened. Het is ingediend. En dames en heren, ik wou gaan zwemmen vandaag, maar omdat ik zo laat was wakker geworden, ben ik ook later begonnen met werken. Het is nu ondertussen bijna 6 uur, dus. En dan ga ik morgen proberen te gaan zwemmen. Dan ga ik vanavond gewoon op tijd in mijn bed, morgen vroeg op tijd opstaan. Ik zeg het altijd, maar nu ga ik het echt doen. Nu heb ik geen reden om niet meer te doen. Ik moet ook nog wel een paar dingen fixen voor morgen, want tegen morgen hadden we een taak, dus daar moet ik ook nog wel wat dingen voor fixen. En ja, ik kan natuurlijk wel wat programmeren, maar dat ga ik nu even laten, want het is toch nog 2 weken voordat ik het moet gaan voorstellen en een demo moet geven. Dus ja, alles wat erin staat, staat erin en dat is goed. Dus voilà. Top, let's go! Oh jong,
wil er gaan vallen. En dames en heren, om dat te vieren, jullie staan een beetje scheef, maar ga ik even foamrollen, want ik ga even een half uurtje gaan lopen, even loslopen. Eindelijk de eerste echte trainingsweek gaat aankomen. Ik ga straks mijn trainingsschema nog even proberen maken, zien of ik daar tijd voor heb, normaal zie wel. Ik moet sowieso nog een paar dingen doen voor het school morgen. Het enige wat ik nu nog moet doen is dus mijn trainingsschema maken. Ik ga mijn trainingsschema maken voor de komende maand, of toch wat proberen voor juni nu. Richting de eerste triathlon. En dan ga ik zien hoe ik dat kan volgen. Maar normaal gezien moet dat wel in orde. Of wat zeg ik, triathlon? Het is een duathlon. Ik doe letterlijk super weinig triathlons dit jaar. Hè. Ik hoop dat ik er volgend jaar wat meer kan doen. Maar dan moeten jullie natuurlijk abonneren. Want anders heb ik een fulltime job. En dan weet ik niet. Allee, dan kan ik sowieso niet dagelijks vloggen. Dan kan ik wel gaan triathlonen. Oké, dames en heren. Wat doe ik altijd voordat ik ga gaan lopen, of toch regelmatig foamrollen. Ik merk wel, als ik lang in mijn bureau heb gezeten en ik ga dan beginnen lopen, dan ben ik overal stijf, heb ik overal last. Zeker van mijn hamstrings hier, dus zo deze. Dus die stretch ik door zo naar beneden te gaan en met een foamroller er wat op te rollen. En ik merk dat dat wel mij helpt, dus ik ga dat nu even doen. Ik heb lange mouw aan, want het is 16 graden, het is echt niet warm. Dus ja. En morgen heb ik een meeting voor een soort van mee te helpen met een start-up om een applicatie te ontwikkelen. Ik heb daar al een keer een meeting over gehad, maar nu is het een beetje concreter omdat ik dus klaar ben met school. En misschien zo één dag per week zo als studentenjob of zo een beetje te werken, een beetje bij te verdienen. Dan kan ik ook leukere content maken. Maar ik heb dat in de ochtend na het zwemmen. Dus ja, we gaan zien wat er daaruit komt. Het kan ook zijn dat ik nee zeg omdat ik even wil focussen op YouTube. Maar ja. Dat zie je wel, het is gewoon een gesprek en er kan nooit iets misgaan met een gesprek. Maar goed, ik ga even een beetje foamrollen en dan ga ik gaan lopen. En ik neem jullie wel mee op de boom. Ojo, blauwe lucht. What's happening, guys? Crazy. Even een half uurtje rustig loslopen. De beentjes, hopelijk zijn ze klaar voor van de week, want het is de eerste week in een super lange tijd. Dit jaar heb ik nog geen echt goede triathlonweek gehad. En ik wil echt deze week, of dit jaar heb ik gewoon letterlijk nog geen week gehad waarin ik echt een keer meer dan 10 uur heb getraind zelf. Dus ik denk dat dit de eerste week gaat worden. Ik kijk er echt naar uit. Eindelijk een keer een startpunt dat we kunnen hebben. School combineren met triathlon trainingen en dagelijks vloggen. Mission impossible. Oké, tijd om een goede triatleet te worden. Mooier gaat het toch niet worden. Wauw. Dat de berg kan echt mooi zijn. En mijn hartslag is ook goed. 139, dus. Dit is hoe dat moet zijn op dit tempo. Ça va? Jezus. Het zijn altijd de kleine die het meeste lawaai maken. Hè? En mensen proberen een keer rustig te lopen, we genieten van de rust. En dat is zo'n keffers. Oh, zo cute. Hier ook. Allemaal vuur. Er zijn echt veel paardjes hier. Hier staan er. En dan daarvoor, achter de hoek waren er. Daar in het straat waren er. En ook hebben we allemaal veulentjes. Dus ik denk dat die nu buiten gelaten worden. Want zijn nog heel klein. Zo schattig. Dit is zo nice. Zoveel beter dan fucking regen. De zon is er net op het juiste moment. De natuur heeft gesnopen. Dan mijn bedje provis en gediend. Thank you nature. Amen. En voor die een basicus heb ik een applicatie geschreven. Voor jullie, hè. Ha. Dacht het al. Dames en heren, ik ga in mijn bedje, de 500ste vlog. Er komt nog een speciale video aan, dat ik mij niet schuldig moet voelen dat deze vlog minder speciaal is, maar bachelorproeven zijn gediend. Oh, zo'n druk die van mijn schouders valt. Morgenochtend zet ik mijn wekker en dan ga ik gaan zwemmen. Op tijd. Ik zet mijn wekker om 7 uur, dat ik er zeker op tijd uit ben. Ik weet niet hoe laat het nu is. Ik ga wel mijn wekker zetten. Of ik er effectief uit geraak, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar ik ga wel proberen. En dan gaan we morgen gaan zwemmen. Donderdagavond wil ik trouwens in het open water gaan zwemmen. Ik denk als deze vlog online komt. Ja, deze vlog komt online donderdag. Letterlijk op het uur dat deze vlog online komt, ben ik normaal gezien bezig met een... Ik ga het niet zeggen. Ik ga het houden als verrassing. Maar dan ben ik bezig met iets waardoor ik niet kan gaan open water zwemmen. Dus ik ga al open water gaan zwemmen in de ochtend. Of rond de middag of zo ga ik in het open water gaan zwemmen in de Blaarmeerse. En
Daar kijk ik wel naar uit. Het gaat koud zijn, maar ik moet sowieso beter worden in open water zwemmen. En anders ga ik dat toch niet doen, dus ik kan maar beter meer in open water gaan zwemmen. Dus ja, er gaan nog leuke video's aankomen. Morgen naar school, een drukke dag. En dan woensdag heb ik eindelijk wat meer tijd. En dan ga ik proberen wat video's te maken en te editen. En dan komt het allemaal wel in orde. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar de vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci om te kijken. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.